Ik open de vergadering van 14 februari. Aan de orde is het debat over het eindverslag van de informateur. Het zal een debat zijn waar de degens gekruist worden. Maar het is vandaag ook aswoensdag. Dan worden wij herinnerd aan de nietigheid van het bestaan. We feliciteren ook de minister-president. Die is jarig vandaag. En het is vandaag, maar dat hoef ik u niet te vertellen, want gij zijt al een romantici, Valentijnsdag. Ja. En daarom begin ik met een heel mooi liefdesgedicht van Hans Andreas. Het heet Voor een dag van morgen. Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind die in de bomen klimt of uit de takken valt hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier misschien alleen door het aan te kijken. Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mens, ze zouden je niet geloven, ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man, alleen maar een vrouw, dat een mens zo lief had als ik jou. Ik hoop de toon gezet te hebben voor vandaag. En als u bij thuiskomst nog een mooi gedicht zoekt voor uw geliefde, dan bij deze. Ik deel in de Kamer mee dat de heer Grinwis zich voor de vergadering heeft afgemeld. Ik stel voor dit bericht voor kennisgeving aan te nemen. Voordat we overgaan.